We moeten een nieuwe bus hebben. En ja, dat geld heb ik helaas niet. Ashmita Bainath uit Zeerenberg is genoodzaakt om een rolstoelbus te kopen, zodat ze op een goede manier voor haar verstandelijk beperkte zoon Jelani kan blijven zorgen. De moeder van de 7-jarige Jelani is daarom een crowdfunding gestart. Mijn huidige auto voldoet niet meer, omdat Jelani eigenlijk altijd liggend vervoerd moet worden, of dan wel in een rolstoel vervoerd moet worden. Omdat hij veel epileptische aanvallen heeft en heel veel slaapt. Jelani is geboren met 2 zeldzame genafwijkingen. Hij heeft daardoor onder andere autisme, lage spierspanning, een ontwikkelingsachterstand en epilepsie. Het is heel zwaar. Hij heeft vooral met de nacht heeft hij de meeste epileptische aanvallen. Dan heeft hij zo'n 7 à 8 aanvallen per nacht. Dat houdt in dat we echt, vooral ik dan, de hele nacht bezig ben met het verschonen van het bed en hem stabiliseren. Ook schoonmaken, want hij laat helaas dan echt alles gaan. En dat maakt het behoorlijk zwaar. Op dit moment moet Bainath haar zoon in en uit de bus tillen, terwijl zij dat eigenlijk niet mag. In september krijg ik een grote operatie, waarvan ik 6 weken uit de relatie zal zijn. Daardoor mag ik dus op dit moment niet tillen, maar ook na de operatie ook niet tillen. Nou ja, Jelani weegt bijna 30 kilo. Dat is lastig, want hij slaapt van de 24 uur bijna 18 uur. Dus als ik hem vervoer, dan is het altijd slapend. Dus ik moet hem uit de auto halen, tillen, de rolstoel uit de auto tillen. En momenteel is dat heel lastig. De teller van de crowdfunding staat op dit moment op €730. De bus kost zo'n €34.000 en daarvan moeten ze een groot gedeelte zelf betalen. De gemeente vergoedt de aanpassingen. En de rest moeten wij dan, of moet ik zelf dan erbij doen. En dat is de reden vanwege de crowdfunding. Dat is het resterende bedrag dat ik dat zelf moet bekostigen.